Hallo allemaal. You just give me a... Welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag, want gisteren was maandag, was de tweede kerstdag. Toen heb ik niet gevlogd. Was van de kerst aan het vieren en zo met Stan's familie, dus helemaal niet over nagedacht. En vandaag zijn Stan en ik even de stad ingegaan. Hier in Amsterdam. Ja. Ja. Ik ben thuis en er staan echt mega veel pakketten. Dus ik ga even jullie laten zien. En Stan heeft heel leuk een nieuwe koptelefoon gekocht. En weet ik het allemaal. Wacht. Nou, de Emma Sleep. Mijn terras is binnen. En we gaan hem nu unboxen. En even ruilen met mijn huidige terras. Ik ben echt super benieuwd hoe die ligt en hoe het is. Hij is waarschijnlijk helemaal nog vacuüm, toch? Ja, hij is nog vacuüm. Het gaat toch helemaal uit elkaar klappen. Het heeft allemaal verschillende lagen, dus. Daarnaast heb ik natuurlijk ook een kortingscode die jullie kunnen gebruiken. Met Sarah Emma krijg je namelijk 10% korting. Dus dat is best wel een hoop op dit grote bedrag. Vergeet zeker niet het linkje in de beschrijving te checken. En natuurlijk mijn kortingscode te gebruiken. Oh. Ja, er zit een hoes omheen. Want het kijk je, Saar, als het vuil wordt, kan je het eraf ritsen. En oh ja. Aan de bovenkant, zie je dat? Heel chill, ja. Hebben wij ook. Ja, en dit is de onderkant. Ja. Dus dan gaat het goed. Ik ga hem even met donors. Ja, perfect. Nou, jongens, wat goed. Is je goed, Mailand? Ja, Erika. We hebben allemaal weer. We zijn inmiddels gewoon een aantal, ik denk 2-3 weken verder. Sinds ik had gefilmd dat ik dus mijn matras ging uitpakken en zo. Mijn matras kan er super leuk uitzien, maar het moet natuurlijk wel lekker liggen. En ik kan je vertellen, ik wil hier nooit meer. Het ligt zo lekker dat ik gewoon nooit mijn bed uit wil. Het is ten eerste, heeft het allemaal verschillende lagen, dus het ligt super lekker. Ik heb een lattenbodem. Ik had hiervoor een matras waar ik dus mijn lattenbodem voelde. Nu lijkt het gewoon echt alsof ik gewoon in een boxspring lig. Het is gewoon zo lekker. Het liefst gewoon nooit meer mijn bed uit. Mijn vriend zei ook van oh my god, ik had hem dus niet verteld. Hij zegt oh my god, wat ligt je bed lekker. Hij zegt dit is echt niet normaal. Dus ik zeg ja. Emma Sleep. Ik heb dus het Emma Hybrid matras. Beste getest. Link staat in de beschrijving. Dus ik zal het even checken. Want ja, ben je nog op zoek gewoon naar een goed matras? Go voor Emma Sleep. En ja. Ik ken Emma Sleep dus van Gwen van Poorten. Want ik had een keer haar podcast geluisterd. En dan ging ze, was een serie over de kwaliteit van slaap. En slaap is heel erg beïnvloedbaar, zeg maar, op hoe jij je voelt en hoe het met je gaat en hoe productief je bent. Dus dat was wel heel erg interessant. Maar ja, ben je dus nog op zoek naar een lekker goed matras, raad ik je deze zeker weten aan. Ik heb trouwens super veel kerstcadeautjes gekregen, dus ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen, maar ik ga het jullie even laten zien. Als eerst Chromecast, die kunnen we ook gaan instellen, Stan. Heel leuk. Dus een Chromecast voor hier. Mijn bank is er dus eindelijk zo mee. Mijn bankie. En even kijken wat heb ik nog meer. Ik heb Rituals geurstokjes. Heel chill. Ik had geld gekregen van Stan's oma. Echt heel lief. Ik heb een vision board boek gekregen. Waar je dus een vision board van kan maken. Heel erg leuk. Dan heb ik een kras. Oh ja, ik heb mijn kraslot nog. Stan, die moet ik zo even krassen. En een heel leuk rituals pakket. Allemaal leuke rituals dingen voor in huis. Heel erg blij mee. Superleuk. Ja, het ligt ook. Dit zijn de nieuwe koptelefoon die Stan heeft gekocht. Heel vet. Volgens mij mis ik echt de helft. Maar het, zoals je kan zien is het echt een heel erg vol en druk. En ik moet even eerst alles opruimen. Want dit gaat echt nergens over. Oké. Ik heb een pakketje binnengekregen van Worst Behavior. En die ga ik even unboxen. Moet dat nu open? Hè? Moet dat nu open? Ja, dat moet nu open. We gaan zo weg toch? Ja, maar ik moet het nu. Ik ga het misschien wel aandoen. Dat kan. Ik ben heel benieuwd.
Ik had vorige keer ook van hun allemaal dingen gekregen. En ik draag het met zoveel liefde allemaal. Goede kwaliteit. Mooi. Nou, het is gewoon alles wat je wil. Holy shit, het is veel. Zo'n grote doos. Oh mijn god. Als eerst. Deze hoodie. Deze is heel leuk. Hier staat dan zo. Deze is denk ik voor Floor. Nou, in ieder geval deze hoodie. En deze heb ik dus ook. In het beige met blauw. En deze heb ik sowieso zelf. Want ik heb al heel veel zwart. Volgens mij dacht ik daarom, ik doe hem in het beige. Dus dan zo en dan achter zo. Fucking leuk toch? Maat S heb ik. Het valt allemaal best wel groot. Ik denk dat deze voor Floor is. Ik had één item aan een stagiair bij ons gedoneerd. Nee, maar ik vond het wel leuk voor haar. Dan een shirt. Dit, ja, ze geven ook wel eens dingen omdat het... Dan is het uitverkocht, dan geven ze andere dingen. Maar ik heb echt shirts nodig. Ik heb gewoon letterlijk geen shirt. Gewoon één shirt of zo. Dus ik wil een shirt onder mijn trui. Dus gewoon een leuk oversized shirt. En ook in het beige. Ja. Heel chill. Leuk. Leuk shirt vind ik. En dan deze gestreepte trui. Maar ik heb een paar dingen dus niet gekregen, bedenk ik me nu. Maar daar hebben ze denk ik iets anders voor meegegeven dan. Maar alsnog echt super leuk. Deze trui met streepjes. Ook heel erg leuk. Nou, helemaal blij. Onderweg naar Winterparadijs. Rechtdoor. Oeh, ik zie het al. Zo cute. Nou, jongens, het is echt zo erg. We komen aan bij het Winterparadijs. Er zat gewoon een rij van denk ik anderhalf uur. Gewoon helemaal zo over heel dat rij Europaplein. Zij staan op een gegeven moment in. We denken, nou, het is zo koud, ik wil er echt niet in. We zijn naar de Happy Italy gegaan. Er zit er echt iets wat naast. Nou ja, ik ben blij met je lopen. We gaan nu even drinken en even eten. En dan gaan we later opnieuw proberen, zo kort voor 8, misschien rond 9, half 10 of zo. En dan hopen is er minder lange rij. Als we dat ook minder lange rij is, nou, dan ook mijn geld terug. Gaan we even later drinken, ja. Prima. Echt bizar, maar ja, we gaan even lekker wat eten. Helemaal leuk. Jongens, we zijn op het Winterparadijs. We zijn net van die sleebaan gegaan. Ik zal even een clip erin omdat we eraf gingen. Het was net echt super rustig toen we naar binnen gingen. Het was denk ik 9 uur of zo. En we zijn nu bij de kamelenrace. Het was vroeger op de kermis echt mijn favoriete spel. En dat gaan we nu weer doen. Zo leuk. Sandy gaat nu eerst. Oh god. Kom op. Nee. Kom op. Ja. Kijk. Jongens, ik heb gewoon fucking gewonnen. Hoe leuk! Goedemorgen allemaal, het is vandaag alweer woensdag. We zijn lekker laat wakker geworden. Het is nu 11 uur zo. Ik heb het snel klaargemaakt en al. En vandaag gaan we dus verhuizen met Habs, met mijn werk. We gaan verhuizen naar de Herengracht. Super mooi pand. Maar ja, het wordt nog wat. Een paar jongens zouden ze gaan helpen, maar iedereen is gevloerd door dezelfde ziekte. Nou ja, door dezelfde griep. Ik heb ook meteen mijn nieuwe trui aan van Worst Behavior. Heb je dat gisteren laten zien? Ja, toch? In ieder geval, ja, ben ook helemaal blij met mijn bank. Er komt dus nog een hokker zo. Een soort, hoekbankje. En dit moet eigenlijk nog weg. Ik weet eigenlijk niet wat ik ermee moet. Maar goed, dat komt nog wel. Dus ja, this is my room now. Helemaal cute. Dus ja, ik ga even snel een koffietje opdrinken. En dan ga ik naar kantoor. En dan ga ik zelf verhuizen. Ik ben nu op kantoor. Wat is er met deze rimper aan de hand? Daar staat de grote bus. We gaan nu naar het nieuwe kantoor. Dus ook met u dit zelf zien. Jongens, we zijn op kantoor. Tada!
Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Dit is de benedenverdieping. We hebben hier een hele mooie keuken. En dan zo daar meeting room. En het is dus ook nog een boven. Het is echt... You did it, girl. Yes. Zo. Fucking vet. Ja, hier kunnen de bussen gewoon leeg, omdat... Oh ja. Ja, dit is ook echt zo vet. Maar die kent je ook vaak een mooie doet. Hoe cute eigenlijk ook als je hier gewoon kantoortjes hebt, maar allemaal je bureautje en zo. Zo cute. Ja. Ja, dit is echt, dit is al super leuk. Ja. Echt heel vet. Ja, het is echt groot. Van twee glazen. En hier nog. Ja, heel ziek. Nou, dag later, of een hele dag verder. Woo! We zijn een stukje verder gekomen. We hebben hier nu een leuke cute bankie. De tafel staat in de meeting room, wat kasten. Nou, dit moet allemaal echt helemaal ingericht worden nog. We hebben hier nu twee blokken met bureaus. Hier komt Maggie, hier komt Floor en hier kom ik. Helemaal gezellig. Helemaal. En ik heb dus... Deze tafel was echt helemaal vies. Die heb ik gewoon helemaal schoon gekregen met de pink staf. Ik heb de pink staf gekocht. Wat een topspul. Het is echt niet normaal. Hallo allemaal. Ik ben thuis inmiddels. Ik ben even bloemkamp broekje uit de airfryer aan het maken. En ik heb dus echt iets geweldigs gekocht. Pink staf met een scrub daddy. Nou echt, ik ben obsessed. Ik ben heel erg benieuwd hoe goed het werkt. Ik heb wat een en ander op kantoor ermee gedaan. Het werkt heel goed. Waar is mijn kip nou? Hier een bevroren kipschnitzel. Die ga ik ook nog even bakken. Maar die moet ik eerst een beetje ontdooien. De brokje moet toch even in de airfryer, dat maakt niet uit. Echt heel benieuwd hoe goed het gaat werken. En ja. Het lijkt wel alsof deze pannen altijd een soort vies blijven. Heel weird. Nou, ik ga hier zo meteen wel mijn broccoli in eten. Maak ik het later ook eens schoon. Ik ben helemaal wazig. Dus ik ga denk ik beginnen met mijn kookplaat. Want die is wel, zit wel wat vieze dingen op. Dat er zeg maar short niet uitgaat. En een beetje keuken opruimen, want het is echt... Eén pakje. Oké, ik heb echt een super exciting pakketje binnen. Nou ja, echt pakketten van Coro. Een nieuw bedrijf waar ik hopelijk long term mee ga samenwerken. Dit is nog niet iets van een samenwerking of zo, maar ik wil dit jullie gewoon laten zien. Dus dit is gewoon pure genuine reaction to the products. En ja, Coro heeft allemaal superfoods en eten en allemaal... kookdingen en zo. En als er één ding is waar ik echt mee ben obsessed, is dat sinds ik op mezelf woon. Dus ik heb ook een gietijzeren pan besteld. Ik ben zo, zo benieuwd. En allemaal van die jars waar je dus je rijst en je pasta en zo in kan doen. En ik ga met alles nog een recept maken en koken. En dat ga ik dan in een week voor laten zien met jullie. En dan die producten gebruiken. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd. Kijk, hier zit die pan in. Een braadpan. Oh my god. Wow. Hij is zo mooi. Hij is ook gewoon clean zwart. Oh mijn god, hij is zo mooi. Hij is zo mooi. Hij is super clean zwart. Hier kon je dus pasta's, curry's, van alles in maken. Soepen. Kijk hoe mooi dit is. Hier ben ik echt heel blij mee. Ze hebben daar echt alle soorten shit wat je gewoon wil. Ook bijvoorbeeld gezondere pasta's met meer vezels, of die langer vol zit. Allemaal soorten olies. En nou ja, ik ga het weer laten zien. Wow, nee. Ik heb een voorraad voor een heel weeshuis besteld. Wow. Oké, dit is echt niet. Als eerst heb ik hier
tortellini met spinazie en ricotta. Nou, ik moet eigenlijk al een jarige boodschap eruit te doen. Heb ik hier een zak van 2 kilo met dindel volkoren fusellini. En dit is dus veel beter voor mijn belly. Ik heb zo snel buikpijn en dat soort shit. Dus ik hoop dat dit gaat helpen. No way! Dit is 5 kilo basmati rijst. Bruin. 5 kilo. Wow, dit was wel echt zo cheap allemaal. Als je het krijgt. En dan heb ik hier een kokosmelk. Een biologische kokosmelk. Nee, maar dit is... Waar ga ik dit allemaal laten? Hier heb ik een sesam soja saus met kip. Ik kan zoveel lekkere dingen hier gaan leggen. Hè? Daarom waren die dozen zo zwaar, joh. Ik moet gewoon een hele voorraadkast gaan aanschaffen hiervoor. Maar dit is wel echt geweldig. Hier de laatste doos. En hier zitten hopelijk die glazen potten in. Dat je dus in kan storagen. Ja. Kijk, dit is top. Dit is lekker groot ook. Dus kun je hier lekker pasta en je rijst en zo in doen. Ik heb er hier 1. Hier nog 1. Hier kan mijn rijst en pasta in doen. Dan heb ik hier een currypasta nog. Dus kun ik een lekkere curry maken met de kokosmelk. Oh my god. Allemaal, het is vandaag alweer donderdag. Echt, dat vliegen de dagen er voorbij. Het is echt een hele rare week. Door alle feestdagen en zo. Gisteren helpen verhuizen. Ik ga vandaag even naar kantoor, dus dan ga ik jullie even een update geven van hoe het kantoor er nu uitziet. Ja, ik ben eigenlijk de hele ochtend aan het editen. Cecile was echt super ziek thuisgekomen net. Echt iedereen heeft deze griep, ziekte, kotsen, koorts, weet ik het allemaal. En ik weet gewoon nu al dat ik dit ga krijgen met oud en nieuw. Ik zeg dat 2 weken lang. Misschien ben ik het ook gewoon manifest. Maar ik wil het echt niet. En ik ben ook vaker ziek geweest met oud en nieuw. En dat is echt niet leuk. Ik begin al wat verkouden te worden, dus het zit er aan te komen. En vandaag komt mijn hokker binnen, zeg maar. Het extra stuk voor hier, dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. Die komt zo meteen binnen, dus I cannot wait. Oké, aangezien Cecile ziek is, dacht ik, laat ik maar even een frisse neus gaan halen. Dus ik ga even lopen naar de supermarkt. Ook al is het lopen echt 10 seconden. Maar ja, het is wel echt een super mooie dag. So I love it. Oké, ik heb even allemaal gezonde dingen gehaald. Want Cecile is ziek en ik voel mezelf verkouden. En ik weet dat het niet helpt, maar misschien wel. Nou ja, ik heb in ieder geval fruit, lekker ananas. Ik heb een ginger shot. Gember, appel, citroen. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het zo vies. Oh, deze valt reuze mee. Dit is gewoon lekker. Zalm. Zampie, lekker crackers. Zuivelspread. En ei. Met je eiwitjes, proteïne. You know. Nou, dat gaan we even lekker maken. Oh my god, jee. Mijn hokker is bijna eindelijk binnen. En ik heb hem even met de onderbuurman naar boven getild. Want het was echt heel groot. Zwaar. Maar ik ga hem even uitpakken. En dan bij mijn bank plaatsen. Oké, jongens, hij staat. Ik heb even weer een nieuwe opdeling. Want ik weet gewoon even niet hoe ik het allemaal moet. Het is eigenlijk best wel een groot ding. Ik vind dat dingetje heel handig, want dan kan ik daar dus een beker of een bordje op zetten als ik dus tv kijk. Dus het staat nu zo. Het is allemaal een beetje dicht op elkaar. Maar het is wel cute, denk ik. Ik weet het even niet. En dan heb ik dit dus zo. Ik heb die stoel maar hier gedaan, want ik gebruik hem nu helemaal niet. En dan kan ik dit beter als een soort tafeltje gebruiken. Op zich best cute, toch? En dan is hier mijn make-up hoek en dan hier mijn eethoek. Met die bank. Dus dan kunnen er eigenlijk ook nog meer bij. Ik ga dus zo sporten, maar ik ben echt een beetje een soort zieke verkouden te worden. Echt zo kut.
En dan is het gewoon zo, ik weet het even niet, jongens, help me. Oh my god, ik ben net terug van sporten. En ik ben zo blij. Hoe raar is dat licht. Ik ging naar het Ladies Only. Nou, was niet normaal. Zo chill. Ik ga er echt vaker heen. Ik heb voor mezelf bedacht dat ik gewoon 3 keer in de week moet gaan. Ik ga het gewoon plannen. Het was ook echt heel gezellig met Maggie. Ik ben nu thuis en ik heb even wat fried rice gemaakt. En een vegan kaasburgertje erbij. Het ziet er echt heel goor uit eigenlijk, maar het is heel lekker. En ik ga lekker Emily in Paris kijken met mijn nieuwe bankie. So happy. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Ik ga nu naar kantoor werken. Ik heb een beetje met elkaar opgedaan. Dat zit ik hier echt. Ja, is maar boeien. Ik ga vandaag hier werken. Even stil zijn, want ze is heel slaap nog en ze is ziek. Dus ik hoop niet dat ik te wakker heb gemaakt. Maar ik ga er nu vandoor. Ik ben nu op kantoor en ik ga jullie even laten zien hoe het is geworden. Want het is nu helemaal opgeruimd en zo. En helemaal pretty. Het is zo vet. Kijk. Hier is de gang. Nu kom je dus binnen. En dan heb je hier een beetje een halletje. En dan kom je hier binnen bij de office. Wat leuke plantjes. Lekker een bankie. Hier een meeting room. We hebben hier bureaus. Hier zitten Maggie en ik. En dan de lunchtafel en de keuken. Zo chill, echt. Zo blij dat we hier nu zitten. Dus ik heb gewoon lekker mijn plekje hier. En ik kan nog gewoon goed concentreren ook. En werken. Het is zo quiet. Ja, wel. Muziek. Ja, zo. Oké. Als het aan de office was geworden. Ja, because of the bank. Ja. Yeah. They were working on. Holy fuck, I was so done with that. How many emails do you have? 24. But I already deleted all the spam yesterday night. Hallo allemaal, het is inmiddels alweer avond. Ik heb me snel opgemaakt en omgekleed, want Maggie viert vanaf de verjaardag. En letterlijk iedereen heeft al gezegd, want ze zijn ziek. Maar Sean en ik gaan er gezellig eten met Maggie en haar vriend. En we gaan lekker cocktails maken en helemaal gezellig. Helemaal zin in, maar ik heb een beetje stress, dus ik ga nu doen. Hallo allemaal, het is inmiddels alweer 31 januari. Morgen is 2023, dit is de laatste dag van 2023. Ik heb even weer die nepwimpers opgedaan en mijn haar een beetje gekruld. Dit wordt nog niet mijn outfit voor vanavond. Maar ik heb vanavond een lekker etentje met de girls. Gaan sushi eten en wijn en klaarmaken. Daarna hebben we een feestje bij Stan in de buurt met zijn vrienden en zo. Is helemaal leuk. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin in oud en nieuw. Maar ik hoor zo weinig mensen echt over leuke oud en nieuw plannen en zo. Ben ik de enige of what is it? Ik word in ieder geval zo opgehaald door Anna. De verjaardag van Maggie was gisteren dan super gezellig. Had lekker cocktails gedronken. En daarna zijn Stan en ik nog naar het casino gegaan. We hebben cocktails op en we reden langs het casino op Leids. En Stan zegt, kom, we gaan nu gewoon naar het casino boeien. En toen hebben we daar 50 euro verloren. Nou ja, boeien. Hier ligt maar één keer. Dat was wel een grappige ervaring. Terug. Oké, dat doe dat. Dat lijkt me geweldig. Dat lijkt me ook leuk. Anne en ik hebben vorig jaar ook een New Year. New ja, Year's. Die was zo goed. Ja. Die hebben we gezien. Jawel, als je hem ziet. Met die zijn zilveren glitter pakken dat ze zo. Ja. In mijn pen. She comes to the end to the tummy. Ja. Heb je die gemaakt? Ja, ik ga hem laten zien. Kijk, is dat. Eerst zijn we maar 6 uur van. Mijn broer appt mij Sarah. Weet je wat CRI is? Nou. Geen idee. Niet zo'n CRI. Nee. CRI. Nee, jij? Nee. Zou je het even volgen? Ja. Oké, de girls zijn helemaal ready. This is my top I'm wearing.
En we zijn helemaal opgemaakt. Iedereen heeft helemaal glitter aan en zo. Zo, hatsa flatsa. Helemaal vies. Ready? Helemaal ready. We moeten de TikTok nog afmaken. Ja. Het is bijna 12 uur. Hey, deze kunnen we ook wel gebruiken. Het is bijna 12 uur. We gaan aftellen. Het is nu 59. Go, go, go. Jongens, snel. Nee, joh. Jongens, het is bijna 12 uur. Oh. Oh, happy new year! Woo! Nee, het is al 12 uur. Het is al 12 uur. 4, 3, 2, 1. Happy new year! Happy New Year! Echt 1 januari. Het is altijd een brakke dag. Ik ben nu aan het koken, een Hello Fresh. Een hele lekkere Hello Fresh. Met een romige groente en lasagne. Echt super lekker. Ik ben een beetje brak. Ik was niet te dronken, gelukkig. Maar kijk, ik ben nu dit aan het maken. Heel lekker, dus lekker aan het koken. Hallo allemaal, het is inmiddels maandag. Gisteren weer vergeten vlog af te sluiten. Ik hoop dat je het een leuke vlog vond. Ja, nieuw jaar, ik ben blij met wie ik ben, dus we gaan gewoon hiermee door. Ja, heel erg bedankt voor het kijken natuurlijk. Vergeet ik, ik wil niet sporten. Weer blij duimpje omhoog, abonneren, volgen, you know. Dus heel erg bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie snel weer. Doei! Yes, I'll be on my way now.